Goedemorgen, dames. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Wat gebeurt hier vanmorgen? Ja. Een Runbike Run evenement. Namens ons team van de Estron Runners houden wij vandaag een Runbike Run evenement. Q-Box Benisse Run heet het. En kunnen ze vandaag teams die ook oefenen voor de Roper Run, maar ook gewoon solisten, kunnen hardlopen. Ja. En dan fietsen, lopen, afwisselend. Het is echt training, hè? Het is eigenlijk ook een training. Ja, een training voor de Roper Run, maar ook gewoon voor de hardlopers natuurlijk. En alle opbrengsten zijn voor de Roper Run. En we hebben ook een extra goed doel dit jaar, dat doen we elk jaar. En dit jaar is de Waterlelie, de hospice in Spijkenisse. Dus ja. We krijgen dadelijk een hele mooie cheque, gaan we uitreiken. Dus in dat opzicht is dan een hele geslaagde dag voor ons. Dankjewel, succes. Ja, dankjewel. U ook een fijne dag. Ik ben Jeroen Struik, lid van team de Estron Runners. Wij zijn een Europa Run team waarbij we elk jaar geld inzamelen voor mensen met kanker. De vraag kwam: wat betekent team 89? Dat is ons teamnummer bij de Europa Run. Zo zijn wij snel te vinden op de website. En ook onderweg tijdens de Europa Run is dit nummer te vinden als herkenning op de bussen en alle andere vervoersmiddelen die wij gebruiken. Ja, en dat nummer dat blijf je houden? Dat blijf je houden zolang wij meedoen, klopt ja. Kilometer hier door dat prachtige Bernisse gebied. Deze groep gaat dus drie rondjes lopen, drie rondjes van 20 kilometer. Nou, het zonnetje schijnt. Wat willen we nog meer, zou ik zo zeggen. Ik hoorde zojuist in de auto de weerberichten nog. Het schijnt toch later op de dag allemaal wat beter te worden. Ja, vanochtend vlak voordat ik wegging regende we nog even helemaal te pletten. Maar ja, oké, dat heb je allemaal niet in de hand. Het zonnetje schijnt nu, laten we het hopen dat we dat volhouden. Er staat een beetje wind. Maar ja, dat hebben ze me ooit verteld, daar word je grote sterk van. Dus dat mag zeker de pret niet deren. Over een minuutje of 10, daar hebben we de burgemeester, ja. Wordt van Oosten. Gisteren heeft hij hier gewandeld. Gisteravond heb ik hem gezien tijdens de doodherdenking in Spijkenisse. Dus het zijn drukke dagen in zijn nieuwe functie. Gaan we dat voorlopig maar even noemen. Wat ben jij er dan wel even bij? Ja, wat hebben we? We hebben dit jaar voor de tweede keer de Benisse Run georganiseerd. De Q-Box Benisse Run moet ik zeggen. En we hadden hem uitgebreid met wandeltochten gisteren. De inschrijvingen waren daar vooraf best redelijk. Alleen op het moment dat de mensen gistermorgen naar buiten keken en zagen dat het weer nou niet zo geweldig was, zijn er een aantal terug naar bed gegaan. En hebben we uiteindelijk met 52 personen de Benisse Run gewandeld. Waaronder, ja, en ik vind dat toch ook wel een applaus, waar onze burgemeester natuurlijk. Onze kerstverse burgemeester is een echt sportieve burgemeester. Dus daar gaan we nog heel veel plezier aan beleven. Volgend jaar dan gaat hij mee runnen. En daarnaast, iedereen weet het, zijn we het hele jaar bezig. Heel veel deelnemers nu doen eigenlijk hetzelfde als wij. Het hele jaar geld ophalen voor mensen met kanker. En dat allemaal doneren aan de Stichting Europa Run. En zodoende kunnen we heel veel bijdragen om het leven van de mensen die aan die ziekte lijden wat aangenamer te maken. En daarom zijn we ook bijzonder trots. We hebben dit jaar als lokaal doel, omdat we dat vorig jaar als eerste keer ook hebben gedaan, dit jaar dat gedaan met de Waterlelie, de hospice. Mag ik Anja Bollet ook even vragen om erbij te komen? En als je dan heer bent, dan geef je... Moet jou nog een hoop leren, Rolf. En het is namelijk zo dat we een verzoek hebben ingediend namens de Estron Runners bij de Stichting Europa Run. Want je kan namelijk als Europa Run team ook zelf verzoeken indienen bij de stichting om lokaal doelen aan te geven voor een donatie namens de Stichting Europa Run. En daarom vind ik het ontzettend leuk dat ik nu het woord aan de burgemeester mag geven. Want wij hebben via de Stichting Europa Run
voor de Waterlelie een aardige bijdrage geregeld. En daar zijn we ontzettend trots op. Want toen we dit hebben we afgelopen donderdag gehoord. En toen kon voor ons de Q-box Benisserun al niet meer stuk. En voor ons is toen al de zon gaan schijnen. Omdat dat het belangrijkste is van ons team. Geld inzamelen voor mensen met kanker. De burgemeester. Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Dank aan meneer Snijer voor de organisatie. Arie, voor de organisatie en ook alle andere vrijwilligers natuurlijk van de Q-box Run Bike Run. En inderdaad, gisteren was er al een wandeltocht. Daar heb ik zelf aan deelgenomen. Dat was natuurlijk heel actief, maar ik kan me zo voorstellen dat dit nog een heel stuk actiever is. Maar het mooiste is dat het een ongelooflijk mooie indruk geeft van onze gemeente, de gemeente Nissewaard. En ik hoop ook dat alle deelnemers nu en ook later en ook in de komende jaren natuurlijk die mooie beelden die u opdoet hier langs de Bernissen meeneemt. Ook als u buiten de gemeentegrens woont en vertelt hoe plezierig vertoeven het hier is. Nou ja, je gaf er al wat bij aan. En dat goede doel dat wordt dus ondersteund door de Estron Runners en door Q-box. De hoofdsponsor, de heer Van Berkel. Ook nog even een applaus onder wie het ook niet was. U leest het naambordje nog verscheidene malen langs, dus u kunt het nooit meer vergeten. Maar los daarvan, kijk, we hebben in Nissewaard een hospice, hospice de Waterlelie. Dat is een begrip in Nissewaard, maar het is een begrip op heel het eiland Voorne-Putten. Want het is voor mensen die palliatieve zorg nodig hebben aan het eind van hun leven. Natuurlijk gewoon ontzettend plezierig en waardevol. Dat je ja, dat kan doorbrengen in een omgeving waar je een beetje bekend bij bent met vrijwilligers en ondersteuners die daar elke dag weer vol voor gaan. En het is bijzonder te waarderen, want het gaat allemaal weer niet voor niks natuurlijk, maar het is dat bijzonder te waarderen dat de Estron Runners samen met Stichting Europa Runnen, zoals ik het begrepen heb, uiteindelijk zich hard hebben gemaakt om Stichting de Waterlelie, Hospice de Waterlelie, verder te kunnen ondersteunen. En ja, daar ben ik als burgemeester alleen maar verschrikkelijk dankbaar voor. Maar ook vreselijk trots op dat het jullie gelukt is. Want het maakt zo'n sportieve prestatie als vandaag wordt neergezet alleen nog maar een heel stuk mooier. Dus daarom is het ontzettend mooi dat ik... Maar ik wil dat wel met elkaar eigenlijk doen. En dat doe ik dus namens de Estron Runners van een ongelooflijk mooi bedrag. €9.500. Wat de mannen en vrouwen gewoon voor uw hospice hebben opgemaakt. Heel hartelijk gefeliciteerd, deze is voor u. Even met meneer De Snijer, Arie erbij voor de foto. Wat een fantastisch bedrag. Dit is voor ons een ongelofelijke hoeveelheid geld wat wij krijgen. Wij als hospice zijn grotendeels afhankelijk van donaties, giften en fondsen. Dus nou, dit is een fantastische bijdrage. Jullie hebben denk ik wel nou, je verwachtingen overtroffen. Maar namens besturen en bewoners en toekomstige bewoners, heel veel dank. Straks nog even. En dan denk ik dat het nu tijd wordt, hè, voor de start. Hoe gaat dat eigenlijk? Nou, daar gaat Kees verder, hè. Want Kees die heeft een vaste praat, dus die gaat zorgen dat het... En dan moeten we alleen even het moment bepalen. En dat de burgemeester samen met Rolf... Zeg maar, ik zal het één keer voordoen, je moet hierop drukken. Beetje goed, maar alleen op het moment dat Kees zegt dat het mag. Gaan die toeters omhoog. En dan gaan we starten. Ik heb het 10:00 precies. Dus burgemeester, ja, doe je best. Oké, dan gaan we gewoon klaar voor de start. 3, 2, 1, go! Daar zijn we vertrokken, de lopers voorop, de fietsers van 20 kilometer. Mensen, bedankt hier voor dat de start zijn. Loop precies een meneer achter, die mag ook wel op de foto, maar dan... We zijn even in een reportage. Leuk. Ja, zeker. En is het de douches van begrepen? Nee, speciale stof. Oh, oké. Okay. Ja.